Welkom bij mijn eerste full race commentary van F1. Een race die ik ga doen. Je kijkt naar Creator Series seizoen 6 uit mijn hoofd. Formule 2. Creator Series, misschien heb je er wel eens van gehoord. Ik heb er een hele video van gemaakt van het vorige seizoen wat ik heb geraced voor ze. Maar daar heb ik een heel seizoen in één video gepropt. En nu ga je kijken naar één race full commentary, helemaal in-depth. Ik zal je eerst wel eventjes door deze sprintrace start leiden, want deze is heel interessant. We starten namelijk P10 en voor ons zien we Patterson compleet naar links gaan. Iedereen een beetje naar rechts move in een treintje. En ik zie hier ontzettend veel ruimte waar ik gebruik van ga maken. We squeezen onszelf een beetje links van Jess in en move gelijk helemaal naar voren. Geen contact volgens mij. Ik weet het niet meer, ik heb niet eens opgelet. Maar gelijk in de eerste paar bochten staan we P6. Wat je een beetje moet onthouden van een sprintrace, of in ieder geval überhaupt het hele weekend van een race hier in Creator Series, is dat je dus begint bij een reverse grid sprint race. En standaard is het dus dat de snelste mensen helemaal achteraan starten en de langzaamste mensen helemaal vooraan. Dat was nu een klein beetje anders, want er was een nieuw seizoen. Dus er zijn wat nieuwe mensen, die worden helemaal vooraan gezet, ook al zijn ze snel. Dus het was een beetje een tricky race om mee te beginnen. Want sommige mensen starten dus echt vooraan die reten snel waren. Maar goed, of je daar nog bij kan komen... Oeh. Is nog maar de vraag. Oeh. Ben er nog wel, Patterson. En we hadden een hele mooie move gemaakt op Patterson, zoals je misschien al zag. Maar clipt in het gras, verloren controle. En dat heeft ons gelijk een positie gekost op Guats. Maar desondanks een goede opening lap. Van P10 naar P7 vind ik best wel lekker. En de mensen waar we nu een beetje tegen racen, Patterson en Guats, ik kan ze beaten. Ik weet dat ik ze kan verslaan, maar Brazilië is gewoon niet mijn beste track. In F1 ook niet. Is nauwelijks gespeeld. En hier maken we ook een defensive move voor F1 Alex, die achter ons zit. Is wel een van de snellere mensen die dus achteraan is begonnen. En Alex heeft ook flink time trial gegrind. Ze staat in top 100. Van F2 time trial op deze track. Dus ik wist dat het een kwestie van tijd was voordat hij er langs kwam. En eigenlijk wilde ik dus misschien nog een paar posities winnen voordat ik tegen hem moest verdedigen. Of wilde ik gewoon dat hij zo snel mogelijk langs me ging, zodat ik de vrijheid had om te kunnen battelen met Guats en Patterson voor die posities voor mij. Gelukkig staan wij nog wel in de top 8, want de top 8 is punten in de reverse grid sprint race. Wat je net misschien zag was dat ik iets te vroeg remde. Want je moet daar wel remmen in F2. Om die bocht een beetje goed door te komen. En dat ik hem een soort van brake checkte. Al remde ik gewoon net iets eerder. Dus volgens mij is het technisch gezien geen brake check. Maar goed, F1 Alex probeert flink veel pressure op ons te zetten. We kunnen daardoor heel moeilijk door de bochten heen komen. Ik had sowieso al moeite op sector 2 in deze track. En ook de exit op deze bocht, sector 3 in, is wel echt heel moeilijk voor mij. Het is heel moeilijk om niet wheelspin te hebben of niet wijd te gaan. Dat zou je nog wel een paar keer terug zien komen. Maar goed, weer onder pressure door Alex. Ik dacht, ga ik er maar langs laten? Ik weet het niet. Misschien dat ik zelf ook nog langs Guats kan. Dus ik ga gewoon een klein beetje naar links moven. Misschien heb ik de kans om langs Guats te komen. Nee, dat niet. En Alex, die moest langs mij. Dan hier in de tweede bocht laat hij heel weinig ruimte over door ik een track limits pak. En friendly reminder, mocht je het niet weten. Als je een penalty krijgt door de game, maakt niet uit of die eerlijk is of niet, je krijgt hem niet geremoved. Dus ook al forst hij mij van de baan af en krijg ik een corner cutting voor 3 seconden, dan is dat zo. En dan moet ik daarmee dealen. Wat eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, vind ik een heel slecht puntje van de Creator Series. Maar ik snap ook wel dat ze geen FIA hebben die alles moet gaan checken wat er gebeurt. Je wil gewoon race results hebben wanneer de race daadwerkelijk klaar is. Terwijl Patterson eraf gaat. Ik weet nou niet of hij werd gerear-end of dat hij zelf zijn rears lokte. Want dat gebeurt ook heel vaak in die bocht. En daardoor werden wij enorm opgehouden. Alex en ik allebei. Ik wilde gewoon achter Alex aancruisen. Maar Alex heeft heel veel moeite om er langs te komen. En dat kost ons ontzettend veel tijd. Terwijl ik een foutje maak. Ja, wheels. Te hard op de throttle. Ja, en dat gebeurt daar heel snel. Dat was ik zelf. Zonde. Want nu vallen we dus nu buiten de punten. We staan P12. Het wordt ontzettend moeilijk om dat terug te rijden. Tenzij we iets van een safety car krijgen dat we misschien kunnen pitten. Want in de sprintrace in F2 hier... terwijl ik een geforceerde move maak omdat ik gewoon te veel snelheid had op Damien. Tenzij je dus iets van een safety car hebt,
hoef je niet te pitten. Het is het idee dat je de mediums helemaal van begin tot eind uitrijdt, terwijl Patterson van de baan afgaat. Leek er toch op alsof hij iets te veel breakaways op zijn rear zat zitten, want hij lokte ze elke keer op. Super irritant natuurlijk voor hem, maar wij hebben er natuurlijk een positie mee gegained. Totdat Hoodie Pete langskwam, die heeft ons even flink ingehaald. Wow, wat doe je? Hoodie Pete! Rustig! Ja, die had een beetje veel overspeed, denk ik. En daardoor ging hij ietsje zwijt. Zag ik in principe gewoon niet aankomen. Daarom was ik vooral bang. Maar verder, volgens mij, zat hij niet per se fout. Dan lap 11 alweer. Pakken we onze derde track limit. De eerste was natuurlijk dat we eraf werden geforceerd. Maar helaas, 3 seconden penalty. Het maakt alleen niet zoveel uit, want we gaan als P12 over de lijn, net buiten de punten. En dat is heel jammer natuurlijk. Maar gelukkig is de sprint niet het einde van de wereld. De minste punten zijn daarin te winnen. En alle punten kan je winnen in de feature race. En daarom zitten we nu in one-shot qualifying. Ik neem je graag eventjes mee door mijn lap. De eerste 2 bochten gingen echt ontzettend goed. We staan al nu P4. Maar we moeten natuurlijk nog wel de hele lap afmaken. Ik weet niet wat het was. Ergens kon ik dus wel hele snelle rondes neerzetten vergeleken met de rest. Dat waren dan niet de snelste rondes, maar ook zeker niet de langzaamste rondes. Maar gewoon de consistency vinden in sector 2 was voor mij heel moeilijk. En daardoor schatte ik mijn race pace gewoon erg langzaam in. Ik stond er niet heel positief in überhaupt qua mindset voor dit weekend. Wat best wel treurig was. Hier maken we wel een klein foutje, een beetje wijd over deze bocht. Maar alsnog P5, hier moet je heel langzaam in, ik denk je 3 door die bocht heen. Want short shiften kost schijnbaar dus ook heel veel tijd. Hier ga je wel helemaal terug naar je 2. Maar het kleine foutje wat ik daar maakte was het remmen en downshiften tegelijkertijd. Want je moet echt niet meer remmen wanneer je downshift naar je 2. Dan hier is het heel moeilijk om niet wijd te gaan. En dan in de laatste bocht gaat het echt om die exit. Dus je moet full focus op je throttle. En ik ga wijd. Zo ontzettend zonde. Want we hadden volgens mij P6 of P7 kunnen eindigen met deze tijd. Maar nee, we moesten het verpesten in de laatste bocht. En daardoor komen we over de lijn als P15. Wat ontzettend zonde is. Maar een race zonder overtakes is natuurlijk ook saai. Dus we deden het gewoon voor de content. Gaan we gewoon even een hele goede start rammen. En we zijn al veel beter weg dan Punjo. Moesten natuurlijk even de kant kiezen waar hij niet naartoe ging. En winnen meteen al 2 posities. Maar ik had wel een beetje traffic verwacht. Ik durfde hier niet heel ver naar links te gaan. Ik zie al flink wat bumpy bumps en een corner cut daar in de verte. Dus het was heel erg spannend. Gewoon overleven is het allerbelangrijkste. Want je wil natuurlijk geen wing damage. En er is blijkbaar ook een regel dat je in de eerste 4 laps niet mag pitten. Wat ik niet helemaal begrijp. Volgens mij is het alleen maar dat het niet telt als een mandatory pitstop. Dus je moet, als je in de eerste 4 laps pit, sowieso nog een keer pitten. En niet op die banden de race uitrijden. Volgens mij is de regel daarop gebaseerd. Maar goed, P12. En we gaan nu pas sector 2 in. Opening laps zijn altijd heel interessant, want ik krijg toch meestal wel de kans om wat overtakes te rammen. Hier probeerde ik te kijken of ik aan de binnenkant van Daniel Gilligan kon, maar dat was eigenlijk niet eens close. Moeten we toch nog wel even flink op de throttle kijken of we hier dan wat dichterbij kunnen komen, want er is toch een dikke file daar. Ik weet niet wat er met Daniel Gilligan gebeurde, maar hij ging compleet naar rechts. Waarschijnlijk ook weer zo'n rear lock-upje wat we vaker hebben gezien. Misschien dat mijn lock-ups voornamelijk in de front zaten of zo. Ik weet het niet, maar mensen hadden hun brake bias compleet verkeerd staan. Dan hebben we daar nog steeds wel een plekje mee gehaald. En dan beginnen we aan lap 2 als P11. Wat toch niet slecht is, want je zou misschien denken, ah, jammer, net buiten de punten. Maar Creator Series heeft een puntensysteem waarbij je de top 15 punten krijgt. En volgens mij is het ook zo dat de eerste persoon niet 25 punten krijgt. Dus dat is best wel chill. Als je gewoon vaak genoeg in de top 15 eindigt, dan kan je misschien nog best wel battelen voor een paar posities in die top 10. Je moet natuurlijk wel eens in de zoveel tijd ergens in de top 5 eindigen om echt hoog te eindigen. Maar het geeft je in ieder geval nog een kans om te vechten voor iets. Hier hadden we net een move, net niet gelukt op Hoodie Pete. Dus we proberen hem vooral een beetje te chasen. Die top 10 wil ik toch wel graag. Terwijl hij hier wijd gaat in deze bocht. Proberen een betere exit te krijgen. Maar hij blijft toch best wel aan me plakken. En ik moet hem daarom ruimte geven in deze volgende bocht. Lukt het dan om hem achter ons te houden? Ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk al helemaal lang niet meer teruggezien. Hij blijft wel flink aan onze binnenkant. Ik blijf ruimte geven. Want ik heb echt geen zin om iemand van de baan te forceren. En dan gezeik over mijn kop te krijgen. In Jeddah. De finale race van vorig seizoen. Heb ik flink wat getikt met Hoodie Pete. Ik dacht, ik zal hem deze keer wel iets meer gunnen.
Kijken of we het clean uit kunnen battelen. En dat is gelukt. Ik heb alsnog de positie kunnen houden. P10, best wel blij mee alsnog. Aangezien de quali zo slecht was. Ik hoop alleen dat in de volgende race, Japan, dat ik het gewoon een keertje niet kan verpesten in kwalificatie. En dan hoop ik ook dat ik daarmee een betere race result zou kunnen halen. We hebben nu natuurlijk nog wel potentie. Er zijn nog 17 laps te gaan. Maar dan leunen we compleet op safety car. Of ik moet heel veel race space hebben in vergelijking met iedereen. Damien ook hier voor mij die wijd gaat. En ik er eigenlijk vol achteraan. Ik had compleet niet goed ingeschat hoe ik die bocht door moest. Damien is trouwens een reserve. Maar zeker iemand om op te letten, denk ik, dit hele seizoen. Want het is een Engelse man, een Engelse jonge guy. En hij is ontzettend clean. Echt een superleuke guy om mee te racen, kan ik je nu alvast vertellen. Dus hou hem in de gaten, wil ik alleen maar zeggen. Ook al is hij reserve, maakt niet uit. Hij gaat waarschijnlijk gewoon vaak mee kunnen racen. Want mijn teammate race niet mee in deze race. Mijn teammate is een TikToker, Luke Howick. Misschien hebben we hem wel eens gezien. Hij praat altijd over Formule 1 nieuwtjes op TikTok en ik krijg hem altijd op mijn For You page. Maar die heeft niet meegedaan met deze race. Die is in Amerika namelijk. Dus ik had ook een andere teammate. Ik weet niet eens wie dat was. Maar goed. Wij zijn hier Damien vooral keihard aan het chasen voor die 9e positie. Vooral een beetje op Delta aan het letten nu. Kijken of ik niet ingehaald word. En of ik überhaupt dichterbij kom. Maar ja, zoals je al zag, elke keer een slechte exit op de straight. En dat gaat je gewoon ontzettend veel tijd kosten. Ook al hebben we misschien DRS, kunnen we een klein beetje naar voren kruipen. Maar om heel eerlijk te zijn, en dat is heel erg vervelend, maar mijn hele visie voor deze race was zo negatief. Terwijl Damien dus weer wijd gaat. Hetzelfde foutje, maar dan nog erger als de vorige keer. Waardoor we er nu wel langs gaan. P9 is in de pocket. Nog wel gechased natuurlijk door Damien. Dus misschien gaat hij die terug kunnen vechten. Want hij heeft, als het goed is nu, DRS. Mag ik hopen voor hem. Maar ik had nogal veel issues met setups voor deze race. Ik heb een custom setup gerund. Maar er was van alles mis als het ging om tire management. Want mijn banden brandden gewoon weg. Daarna understeerde ik of oversteerde ik ontzettend. En ik had het gewoon heel moeilijk om überhaupt de controle te houden over de auto. As we speak, vlieg ik uit de bocht. Dat is een beetje lullig. En ik moet ondertussen ook nog bij Ghost Wish in de buurt komen, waar ik 1,5 seconde op achterloop. Gelukkig zit hij een beetje in een treintje en verliest hij daardoor misschien wat tijd. Natuurlijk op die DRS pakken ze ontzettend veel tijd, maar in die langzame bochten kan je toch best wel wat verliezen. Hier pakken we alleen een track limit, dat is een beetje jammer. Maar we winnen tijd over Damien, wat ontzettend positief is. Hij zal nog zeker wel DRS hebben op deze straight, omdat hij natuurlijk maar 8 à 19e achter ons zit. We hebben redelijk wat straight line speed ook in deze setup, wat best wel nice is. Maar we moesten hem kwijtraken en hij werd uiteindelijk overtaken door Hoodie Pete, die dan wel weer dichterbij kwam. En ik was alleen maar meer aan het struggelen. Je ziet nu ook mijn tire degradation is heel ongebalanceerd. 44% front right en 39% back left. Ik weet nog steeds niet hoe ik het zo heb verpest. Maar het heeft me in ieder geval echt veel tijd gekost. Het was daardoor een hele zware race. Ik moet ook zeggen, emotioneel moeilijk. Moeilijk. ik was veel aan het klagen op stream. Daarom heb ik de hele mic ook gemute van de livestream. Gewoon puur omdat ik was niet aan het schelden of zo, maar ik was gewoon veel aan het klagen. En ik hou er niet van om die toon ook mee te nemen aan de video. Hier pit iedereen, want de meeste softrunners, of de mediumrunners volgens mij. Nee, de softrunners, sorry. Die gaan allemaal op de mediums natuurlijk. En wij gaan zo meteen ook op de mediums. Maar ik had niet verwacht dat mensen nu al zo vroeg gingen pitten, om eerlijk te zijn. Ik weet ook niet welke pit ik aan moest houden. En hier moest ik ook voor het eerst de pitlane in, terwijl ik niet wist wat de limit was. Oeh, ging net goed. We goed. Holy shit, dat was echt eng. Ja, want ik heb dus nog nooit de pitlane entry en exit gereden. Mooie demonstratie hoe chaotisch en hoe slecht dit ook ging. Natuurlijk wel ijskoude mediums hier. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Maar goed. We did it. We komen er alleen uit als P14. Of P15 zelfs. Dat is echt heel erg. Maar nog niet iedereen heeft gepit. We gaan nog wel wat posities winnen voor mensen die hele lange medium runs hebben gedaan. Dus dat scheelt. Alleen het was op dit punt heel onduidelijk waar ik nou daadwerkelijk stond. Want we stonden goed in de punten. In mijn hoofd
was het ook top 10 is punten, maar dat, ik was helemaal vergeten dat het top 15 punten had. Dus ik was echt compleet aan het strijden voor die P10. Maar goed, Punju hier in de pitlane zoals je kan zien. En eigenlijk deze hele rest van de race was alleen maar kijken waar we uit zouden komen. Hier ook Daniel Gilligan, ook in de pitlane. Maar die lijkt op mediums te gaan. Of die reed er net in, dat zou ook nog kunnen. Nou, nog een lap verder. Adam Sanderson op naar de softs. Dat was wel een hele slimme pit van hem. Die heeft een hele lange medium stint gedaan, die werkt. En dan Jess Gamer, ook in de pit. Nou, P11. Hoeveel mensen gaan we nog in de pit zien? Dat is de vraag, want dat is het antwoord waar we op wachten. Waar komen we uit? Ghostwish zien we natuurlijk wel 3 seconden voor ons. Dus hopelijk kunnen we daar wat mee. En District Artemis ook in de pitlane. En dan komen wij uit op P10. Wat zeker niet slecht is. Ik had erger verwacht, om heel eerlijk te zijn. Alleen Adam Sanderson op die soft, zoals ik al eerder zei, kwam echt aan cruisen. Dat was echt niet normaal hoeveel snelheid die vent had op die softs. Ik was doodsbang. En het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat hij er een keer langs kwam. Hier zit hij dus ook flink in mijn proximity. 1/10 tot 2/10 achter me. Ja, ga ik hem op deze straight kunnen houden? Waarschijnlijk niet, want hij heeft ook nog eens DRS. Ik begin alweer flink te struggelen op mijn medium tires. Ja, het was niet heel top. Alleen Punju achter hem, ook op soft, zelfde strategie. Probeerde nu natuurlijk zoveel posities terug te rijden als hij maar kon. Terwijl Adam Sanderson niet zo snel ging als ik had verwacht. Ik kon hem best wel goed dekken, denk ik. Al had ik dat overwogen. Maar ik had gewoon totaal niet over nagedacht dat het een optie was. En hij is me voorbij. En nu cruist hij weg. We kunnen nog wel even DRS gebruiken. En nu moeten we voornamelijk ons zorgen maken over de Punju die 2 seconden achter ons zit. Gaan we die nog kunnen dekken met 2 laps? Nou, we gaan het zien. 1,2 seconden zit hij achter ons op de final lap. Ghostwish, 5 seconden voor ons met een 3 seconden penalty. Als ik 2 seconden hem kan inhalen, lijkt me niet. Dan heb ik misschien nog een extra positie erbij. Maar tot nu toe lijkt het erop dat P11 misschien een optie is. Behalve dat Punju er flink aan komt crossen. Dus we moeten gewoon echt de beste lap op de shitty tires, op de shitty setup, moeten we kunnen rijden. En ik was echt ontzettend mijn best aan het doen. Ik was niet compleet bewust, terwijl ik de race reed, van deze situatie. Maar ik wist wel gewoon dat ik de snelste lap moest neerzetten die ik kon doen, terwijl ik wijd ga in sector 2. Ongelooflijk. En hier ook een klein momentje, zou je het bijna kunnen noemen. Ik glij een beetje weg en daardoor heb ik al een 1/2 seconde verloren. Man zit flink achter mij. Ik was flink aware van de situatie. Hier wel goed de racelijn gevolgd in ieder geval. Beetje matig exit. Gelukkig niet het gras op zoals in de sprintrace. 2/10 verschil terwijl we de laatste bocht in gaan. Alles draait hier om de exit. Of we die een beetje goed kunnen pakken. Was oké. 4/10. Wat heel snel minder wordt. Want hij heeft natuurlijk zijn soft tires en DRS die hij vanaf hier krijgt. Dus de vraag is of hij ons bij gaat houden. Dat gaan we zien in deze laatste run. Hij komt links langs, maar gaan we hem tegenhouden? Jazeker! Met 74.000ste. Woe! Was wel scary. Niet de beste resultaten voor dit weekend. We staan nu P12 in de championship. Natuurlijk geen punt in de sprint. En nu 5 punten in de race. Volgende race is Japan. Daar gaan we even flink koeken. En als je dit leuk vindt, vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer F1 video's. En dan zie ik je bij Japan.